zijn gewoon je ouders. Staat ze ook in bed? Ja. Het lijkt wel heel erg op elkaar. Van de engste, met die donker, met die vogel. Ja. Hebben jullie favoriete hobby's? Paardrijden. Knutselen en paardrijden. En wat maak je dan zoal als je gaat knutselen? Dan maak ik soms Minions. Minions? Ja. Wat leuk. Ja, heb je de film ook gezien van de Minions? Nee. Dat niet. Maar je vindt wel Minions gewoon leuk om te knutselen. Ja, zijn ook eigenlijk heel leuk, hè? Hele grappige wezentjes. Ja. Maar ja, wat zijn het eigenlijk? Geen idee, hè? Dat is een beetje rare poppetjes zijn het, maar wat het precies is, geen idee. Nee. En wat vind jij leuk om te doen? Zingen, dansen en acteren. Zingen, dansen en acteren. Kijk, ja. Heel compleet plaatje. Dus eigenlijk een beetje zo'n musicalster natuurlijk, hè? Ja. Ja, ja. En ga je wel eens naar een musical om te kijken? Ja. Oké. Okay. Welke ben je allemaal geweest? Hans en Grietje, Roodkapje, Sneeuwwitje. Kijk eens aan. Heb je zelf ook al eens een keer in een musical gespeeld? Twee keer. En welke waren daar? Twee keer in de Glazenkat. Oké, okay. Dat is leuk. En wat voor rol speelde je toen? Een katje. Een katje. Leuk. Een katje. En speel je ook in musicals of vind je musicals niet zo leuk? Nee, dat kan, hè. Hey. En vind je knutselen leuk? Ja. Ja? Wat maak je nou vooral? Eigenlijk alles. Eigenlijk alles. Ja, ook Minions? Soms wel. Soms wel. Oké. Okay. Leuk. En heb je iets op school wat je heel erg leuk vindt? Knutselen. Knutselen, ja. We hebben ook knutselles dan. Oké. Okay. En heb je ook een favoriete leraar? Heb je een juf of meester? Ja. Wat heb jij? Juf. Een juf. Oké. Okay. En jij hebt een? Meester. Een meester. Oké, okay, dat is leuk. En waarom is de meester zo leuk? Omdat als die je naam verkeerd zegt, krijgen we een snoepje. Echt waar? Als we op tijd snoepje zeggen. Uh-oh. En hoeveel kinderen zitten dan in de klas? Dat weet ik niet. Dat weet je niet. Maar meer dan 10? Ja. Ja? Meer dan 15? Ja. Ja? Ik denk het wel. Oh jeetje, de hele snoeppot gaat wel leeg dan op zo'n dag. Ja? Want de meester is niet zo goed in naam onthouden. Nee. Nee? Oh jeetje. Dus je hebt vaak snoepjes gegeten? Ik heb één keer een snoepje gehad. Eén keer? Oké. Okay. Dus hij is wel redelijk, houdt hij het in bedwang, zeg maar. Hij kan het wel een beetje sparen. Drie keer had ik snoepje geroepen en toen hoorde hij dat niet. Ja zeg, dat schiet ook niet op. Nee. Dat schiet dan niet op. Als je dat niet hoort, dan heb je er nog niks aan natuurlijk. Nee. En je hebt een juf? Ja. Voor de klas staan. En waarom is ze zo leuk? Omdat ze soms wel eens hele grappige grapjes maakt. Ja? En wat voor grapjes doet ze dan maken? Bijvoorbeeld met zongen maakt ze dan grapjes. Oh, oké. Okay. Geeft ze dan verkeerde uitkomst? Ja. Ja? Oh, dat is ook niet handig natuurlijk. Nee, maar leuk. Dat is altijd wel belangrijk natuurlijk, hè, dat je een leuke juf of meester hebt. Want dan zit je toch een hele jaar mee in de klas eigenlijk. Ja. Ja. Heb je ook vriendinnetjes of vriendjes op school? Ja. Ja? Wat voor leuke dingen doe je er allemaal mee? Meestal wel vaak met buis spelen. En dan gaan we altijd in het park van de kamerbaan op. Oh, echt? Ja, maar... En dan gaan we jongens ons pakken. En dan de oudste gaat weer de jongens wegduwen. Uh-oh. Ja, ik een beetje plagen met elkaar en zo. Ja. Heb je vriendjes, vriendinnetjes in de klas zitten waar je wel eens leuke dingen mee gaat doen? Ja. Wat voor leuke dingen doe je dan vooral? Meestal of wel eens naar een film of gewoon buiten spelen. Ja, dat is ook leuk. Ja. En wat doe je dan buiten spelen? Wat voor spelletjes doe je dan? Ja, spelletjes ook in het park. Oké. Okay. Ook met zo'n kabelbaan? Ja? Oké. Okay. Wil je laten worden? Heb je daar al eens over nagedacht? Ja? Of actrice of zangeres. Ja, eigenlijk met jou kon ik dan al een beetje inschatten natuurlijk. Ja. En je zegt zangeres, vind je dat leuk om echt in een musical te zingen? Of vind je dat gewoon leuk om allemaal cd's op te nemen en liedjes op te nemen? Dat maakt me niet zoveel uit. Oké. Okay. En ja, wat wil jij graag worden? Bakker en kok. Bakker en kok, dat is leuk. Ja. Wat zou je dan graag willen maken? Taartjes. Taartjes. Lekker veel taartjes maken. En wat voor soort taartjes vind je? Lekker chocoladetaart of een aardbeitaart? Aardbeitaart. En wat zou je dan opdoen? Slagroomtaart. Slagroomtaart, dat is ook lekker natuurlijk, hè? Slagroomtaart.
Wat zou je dan opdoen? Of zo'n arbeidertaart? Arbeidjes. Arbeiders? En slagroom. En slagroom. Nou, dan heb je eigenlijk een slagroomtaart met een arbeidertaart. Ja. Nee, dat is handig. En doe je thuis al een beetje koken? Of bakken? Een beetje bakken. Wel met mijn mama. Okay, en wat maak je dan zoal? Taartjes en cupcakes. Taartjes en cupcakes, dat is leuk. Ja, hartstikke leuk. En doe jij wel eens bakken dan? Ja. Ja? Wat bak je dan zoal? Een cake of cakejes. Stel, ik geef jullie 100 euro. En stel, en je mag naar de speelgoedwinkel. En je mag daar wat leuks uitzoeken voor die 100 euro. Wat zou je dan daarvoor kopen? Wil je dan meer naar de spelletjeshoek gaan? Nee. Nee? Waar zou je naartoe gaan bijvoorbeeld? Nou, ik wou heel graag een camera. Oké. Okay. Je wil graag zelf wel filmpjes opnemen en zo. Of is het de camera ook foto's te maken? Als ik achter de scherm ben, kan ik dan ook wel eens foto's en filmpjes maken. Dat is waar. Ja. Want je komt natuurlijk best wel veel achter de scherm. Hè? Want je doet ook veel meehelpen aan opnames natuurlijk. Hè? Voor tv ook wel eens. Want ik heb ook al wel eens in de film meegespeeld. Ook was in een film meegespeeld. En welke film was dat? Hartenstrijd. Oké. Okay. Had je daar een beetje grote rol? Moest je wat zeggen? Dat niet, maar dat ze niet. Noemen wel een naam. Oké, okay, dat is leuk. Ja, dan word je toch wel even genoemd. Ja. Nou, had je niet je echte naam vaak is en met een film heb je een andere naam altijd, hè? Ja. Had je een leuke naam gekregen? Ja. Ja? Wat was de naam? Lola. Oké. Okay. En wat zou jij graag uit willen geven als je in de speelgoedwinkel staat? Spelletjes. Doe je wel veel spelletjes thuis? Niet echt. Alleen als mijn broers soms thuis zijn. En mijn broer die is dit weekend thuis. Maar mijn andere broer die is bij hun eigen mama. Ik wil jullie heel erg bedanken. Ik vond het hartstikke leuk. Even een high five. Helemaal goed. Zwart en ballet is roze. Oké. Dat is een hele andere soort steinen natuurlijk dan, hè? Ja. En als je moet kiezen, welke vind je dan het allerleukste om te doen?